super leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video. Mijn naam is Sabrina. Ik ben hier vandaag met... Mij, Richie. En zoals je kan zien hebben wij voor ons... Eten liggen. En te gewoon zien... met mijn video's. Ja, hoe kan ik jou overhalen door iets met eten in een video te doen? Dit is niet zomaar eten. We hebben hier Japans snoep. No spon. Uit eigen initiatief. Maar wij, voornamelijk jij, bent een hele grote Japans liefhebber. Vertel iets meer. Vertel iets meer. Nou ja, ik kijk al ruim 10 jaar anime, denk ik. Misschien wel langer. Inderdaad, ja. Ja, en daardoor is mijn affectie met Japanse cultuur, et cetera, eigenlijk ontstaan. Ja, en wij dachten, nou, we kunnen op dit moment niet naar Japan. Laten we Japan maar hier naartoe brengen. Ja. Dus we hebben een aantal dingetjes besteld online. Heel veel van deze lekkernijen heb ik zelf nog nooit gegeten. Jij waarschijnlijk ook niet? Ik weet niet, nee. Een paar dingen komen wel bekend voor, zoals dit, KitKat of course. Maar ik ben benieuwd, dus mochten jullie ook benieuwd zijn naar wat dit allemaal is en wat wij ervan vinden, kijk dan vooral verder. Doe een duimpje omhoog en abonneer. En dan gaan we snel proeven. Heb jij een voorkeur waar je van zout mee wil gaan? Nee, misschien drinken. Drinken? We hebben 2 drankjes in de aanbieding. We kunnen het gelijk proeven en dan kunnen we het gewoon bij doen als we iets weg willen spoelen. We hebben hier een soort van appelsapje, I guess. Jij vindt het een cute verpakking. Ja, ik ben zo... gevoelig voor schattige verpakkingen. Ik zou nooit mijn huis helemaal kawaii inrichten, maar ik ben er wel heel gevoelig voor. Maar dit is iets van appelsap. En dan hebben we hier een Rilakkuma iced tea. Daar ruikt wel appelig en zoet. En? Ja, wat ik wel weet van Japanse iced tea, het is niet de iced tea die wij... gewend zijn, want dit is volgens mij een green tea, als ik het niet verkeerd had, toen ik het had besteld. Maar het is nooit gezoet, het is letterlijk koude thee. Hij is ook niet in de koelkast geweest, maar het is letterlijk koude thee. En als jij mij goed kent, laat ik de thee te lang staan en dan drink ik zelf ook nog koude thee. Het is dat eigenlijk, mijn koude thee, als ik het te lang laat staan. Dus ik denk niet dat jij het heel lekker vindt. Nou, gaan we hem proberen, hè. Deze is wel zoet, als je het vergelijkt. Het is echt koude thee, hè? Ja, dit is niks voor mij, maar dat wel. Dit is gewoon eigenlijk appelsap. Dit proeft niet heel veel anders als normale appelsap, denk ik. Niet echt, man. Nee, ik vind die wel lekker. Oké, jij mag hem wel opdrinken. Maar het is wel een heel klein blikje, moet ik zeggen. Dat wel. Ik ben wel heel erg benieuwd naar dit. Tayaki. Wat is dit, Richie? Nou, als je kan zien op de verpakking, is het een vis. Maar is het vis? Nee, dit is een soort wafelachtig met chocoladevulling. Je hebt het eigen, het is een Japans delicatesse met eigenlijk red bean paste. En dan is het een soort warme deegachtig, ook een soort koekje. Maar dit is wel echt een koekjesvariant. Ja. En ik heb het geprobeerd toen in de Japanese Sushi Festival vorig jaar. Toen vond ik het met red bean paste niet zo. Ik wist niet wat ik ervan moest vinden. Maar ja, misschien dat ik het nog een keer ga proberen en dat ik het wel lekkerder vind. Maar dit is gewoon een koekje. Wafel, ja. Het is luchtig van binnen. Het ziet eruit als bros. Een beetje van die bubbelig. Zo smaakt het niet. Nee, ik zeg eruit, het ziet eruit. Ik vind zeg maar de wafel... een beetje als zo'n oliehoorn smaken, als zo'n kinderoliehoorn. Ik vind het niet heel erg smaakvol. Nee. Het is niet smerig, maar... Ik kan nog langer eten. Ja. Maar ik vind zulke wafels, ik weet niet hoe die al heet. Het is gewoon lekker knoppers. Uit Indo, oh ja, die knoppers maar. Die tango's die we hadden op Bali. Dit vind ik wel echt zo'n snack als het heel erg warm is, dat je niet... Een niet te machtige snack wilt hebben. Ja, mag kiezen. Nou, hier hebben we een schattig klein marshmallowtje.
Four Seas Daifuku. Ziet er heel fletje uit. Ik ben benieuwd of we het kunnen delen. Vast anders wel. Bijt jij de helft erop en dan neem ik de andere helft. Ik weet niet of er inhoud is. Voelt het alsof er inhoud is? Ja. Chocola! Ah, is dat chocola? Dat zag ik niet staan. Mmm! Heel lekker! Ik had het niet heel verwacht. Apart. Ik vind hem wel chill. Nou. Ik was bang dat het heel misselijkmakend zou zijn. Het heeft meer chocoladesmaak dan de vis, vind ik. Ik vind hem wel chill. Het is dat ik weet dat er chocolade zat, want als ik hem gewoon had gegeten, was het denk ik wel meer van zoek van... Mm-hmm. Want meestal ben ik dan gewoon die zoiets kleins gewoon in één keer in zijn mond stoppen. Ja, en nu moesten we delen omdat we maar één klein dingetje van hadden. Ja, ik vond die ook wel prima. Hier staat een kleine vertaling, namelijk... Waar? Je bent er al voorbij. Oh jee. Yeah. Soda chewing candy. Wat kan ik hiervan verwachten? Ja, ik weet niet. Dit. Het ziet er heel raar uit. Oh. Ruikt een beetje naar van die kauwgomballetjes. Ja, maar een beetje ook citroenig-achtig. Citrus. Okay. Maar eigenlijk, zeg maar zo'n structuur van zo'n kauwgomballetje, maar omdat je door kan slikken. Ik vind het lekker, een beetje citrus smaak. Ja, vast. Nee, ik vind hem ook chill, delen. Hij is echt chill. Ik dacht eerst dat het misschien een hard snoepje was, dat je dan langzaam erop kon kauwen, maar... Nee, het is wel lekker. Heel chill deze. Oeh, ik zie iets met een meloen staan. Ik weet niet wat het is. Een soort van koekje, denk ik. Ook weer een schattig iets voor Sabrina. Een panda. Iets rond. Het is een... Nee, hij stelt scherp op mijn hoofd. Het is een panda. Ja. Ik neem wel even het kleine stukje panda. Maar het is een meloensmaak, zeggen ze? Ja, er staat meloen op. Maar het is gewoon een bitterkoekje, denk ik. Ik proef wel de meloen, nasmaak. Ja. Ja. Ik vind hem wel lekker. We houden ook allebei van meloen, dus Het komt goed. Maar ik dacht eerst dat het niet echt een lekkere combinatie zou zijn. Maar het is heel fris. Dit smaakt echt heel lekker. Ja. Ja. Ik wil hier meer van, maar ik heb maar één zakje. Voor de volgende keer, hè? Maar het is wel echt lekker. Maar ik vind de zoetgehalte tot nu toe best wel meevallen. Het is niet extreem zoet. Dit is... Oh nee, wacht. Dit is niet die ik wilde, maar... Dit is iets met... Die heb je niet. Die ligt hier. Dit is iets met chocola, volgens mij. Dat heb ik toen een keer opgezocht met mijn telefoon. Volgens mij... Maar daar gaan we dus nu achter komen. Echt lof aan. Wat voor app is het eigenlijk? Is Google Translate? Google Lens. Oh. Nou, dat bestaat. Want als je dan met je telefoon iets scant, wat in een andere taal is, dan vertaalt het voor je. Natuurlijk niet perfect, maar wel ongeveer. Dat je kan begrijpen wat ze ermee bedoelen. Want ja. Ik denk dat het hier luchtig is of juist niet. Ook oh, het is heel luchtig. Er zit echt een gat in. Wel lekker, een beetje een KitKat biscuit-achtig. Ik vind het wel lekker. Ik merk dat ze wel echt van luchtige substantie houden. Die wafel, dit. Wij gaan voor deze puddingjes... Oh, wat schattig! Het zijn allemaal kleine puddingjes, maar het is niet echt pudding volgens mij. Maar chocola in de vorm van een pudding. Hoe is het chocola? Denk het, ik weet het eigenlijk niet zo goed. Mona-toetjes. Ja, mini-mona-toetjes. Oh, het smaakt wel naar pudding. Cacao? Nee, koffie. Ik kan de smaak niet plaatsen. Maar ik ook niet. Ik kan wel een beetje Japans lezen, maar niet Japanse tekens. Klinkt raar, maar... Ja, als het gewoon uit wordt geschreven in alfabetische letters. Nu gaan we wel voor degene die ik wilde pakken. Dat is... De banana! Iets met banaan en gevuld met chocola. Ik hou van bananen en ik hou van chocola.
Wat ik ook heel vaak eet is een banaan. Dat in stukjes snijden en dan met hagelslag eroverheen. En dat is toetje. En dat is echt zo lekker. Is het een vorm van een banaan? Nee, het is wel zacht. Doe me denken aan een soort soesje. Ja. Een soort bananensoesje. Maar het is wel een stuk zachter. Chocolade. Het is een soort marshmallow-achtig. Ik vind niet heel veel chocola, volgens mij. Hier. Mm-hmm. Wacht, neem nog één hap, mag jij nog een hap? Er zit echt mini mini chocola in. Echt een heel klein stipje. Het is ook een beetje marshmallow-achtig. Net zoals net. Maar ik had verwacht dat de banaansmaak meer zou zijn. Ik had eigenlijk niet verwacht dat het echt een marshmallow is. Oké, op de verpakking zie je het wel vormgegeven nu je het zo ziet. Ik ben heel erg benieuwd naar mochi. Ik heb nog nooit mochi gegeten. Jij ook niet, nee, toch? Nee, ik ook niet. En we hebben twee varianten. Misschien kunnen we het na elkaar gelijk eten. Dit is de matcha. De cacao matcha. De cacao mochi matcha flavored cream. En dit is een multi-flavored zakje. Maar dit ziet er wel anders uit dan op de verpakking. Oh, een beetje gek bruin-groenig. Want op de verpakking is het echt felgroen. En in het bakje is het bruin-groenig. Ik vind het echt heel eng. Is het nogal goed? Het lijkt alsof het over datum is of zo. En? Het zag er lekkerder uit op zijn verpakking. Ik heb het gevoel alsof ik klei aan het eten ben. Het is wel een hele rare substantie, ja. Het is iets wat we niet gewend zijn. Het is zeg maar qua substantie heb ik het gevoel dat ik klei aan het eten ben. Maar... Hoe weet je dat? Omdat... Heb je klei gegeten? Ik denk het toen ik klei was. Nee, maar... Soms als je aan het klein bent, dan heb je iets op je vingers of zo. En als kind heb je altijd je handen in je mond natuurlijk. Zo'n dat idee heb ik ervan. Dat heb ik ook, maar niet met klein. Nee, ik weet het. Maar ik heb een klein idee in mijn gedachten. Ik vind het niet heel smerig. Chewy. Maar ik denk hoe vaker ik het misschien zal eten, dat ik aan de substantie gewend raak. Ik kan het niet plaatsen. En ik proef ook niet heel veel matcha, to be honest. En daar kan ik niet over oordelen. Ik moet het nog even een plekje geven. Ik weet het nog niet. Dan gaan we even een andere smaak proberen. Dat zijn verschillende. We hebben meloen, orange, strawberry. Het ruikt wel zoeter. Mm-hmm. Ik weet niet wat de inhoud is. Strawberry? Ja, maar qua... Ik denk aardbeien... Pasta, ja, paste. Sorry, Japanners. Ik ben geen fan van mochi. Misschien als je echt een mochi ijs hebt, want dat heb je ook. Dat ik dat lekkerder zou vinden. Maar... Ik vind hem lekkerder dan die matcha. Ja, ik ook, maar ik... Ik ben... Nee. Kun je een pocketje nemen? Goed, heb ik dat nog nooit genomen. Heb je nog nooit pocky gehad? Ik denk het niet. Ik heb wel, ik weet niet of ik deze ooit heb gehad, dat kan ik me niet meer herinneren. Maar ik heb wel de normale, dus met normale chocola gehad. Deze heeft cookies en cream. Alsjeblieft, jouw pocky. Eetstokjes. Eetstokjes. Of een zwaard gevecht. Wat? Maar het doet me een beetje denken aan zo'n zoutje. Ja, zoutje inderdaad. Ja, ik vind het niet spectaculair. Ja, maar ik vind het wel lekker. Ik ook wel, maar... Ja, ik wist niet waar ik ervan moest wachten, maar... Zeg maar, als ik een hap neem, proef ik niet per se de steak. Maar pas bij het einde heb ik de smaak van de steak. Ja, omdat er niks omheen zit. Ja. Maar dit vind ik wel van een chille snack. Oh, waarschijnlijk is die vanavond op. Nou, ik denk dat ik er wel heel snel misselijk van word. Als je dan door dat cookies en cream, omdat het best wel machtig is. Ik denk dat dit wel het machtigste is dat we tot nu toe hebben gehad. Dan hebben we Kit Kat met strawberry mochi smaak. Ik was hier in eerste instantie heel excited over. Want maar de verpakking was leuk.
Maar nu ik mochi heb geproefd, denk ik, I don't know. Het ziet er wel heel lekker uit. Maar dat had ik ook met de mochi verpakkingen. Ze doen het wel goed met hun visuele vormgeving. Het ruikt wel zo goed, de zak ruikt heel goed. Itadakimasu. Hier dat takimasu. Pak je wel voor het eten. Oh, dankjewel. Itadakimasu. Als het gewoon naar aardbei smaakt, vind ik het niet erg, maar... Het ruikt wel zoet. Je hebt wel meer smaak qua aardbeienachtig. Ja, dat wel. Ik denk toch dat ik gewoon voor de classic KitKat dan gaan. KitKat wit. Je kan ook niet alles hebben. Ik vind het wel leuk dat ze in Japan best ja, verschillende soorten smaken KitKat hebben. En daarmee gaan we ook afsluiten met in Nederland mijn favoriete KitKat. We gaan niet afsluiten. Dit is toch de laatste? Oh nee. We gaan met die afsluiten. We gaan met die afsluiten. De afsluiter van de KitKat, dat is ik. Hier in Nederland neem ik best wel regelmatig matcha KitKat. Die je gewoon bij de Albert Heijn kan halen. En die vind ik heel erg lekker. Maar dit is zeg maar de officiële matcha KitKat. Dus ik ben benieuwd of ik het anders ervaar. Ik ga ervan uit van wel. Is die jou hier ook zo? Hij is anders groen volgens mij. Ja. Ziet er een beetje wasabi groen uit. Ik vind het nog steeds heel vaag. Kleurblind. Dus. Ik kan de kleur helemaal niet plaatsen wat het is. Oké, hij smaakt anders. Misschien niet heel veel anders. Het smaakt naar het drinken. Ik merk wel dat ik met deze... Het duurt even voordat ik de smaak proef. In verhouding met die andere, maar hij proeft wel naar KitKat of naar matcha. Het smaakt naar het drinken. I like. Minatsu. Hm? Minatsu. Ja, sorry. Nu gaan we wel afsluiten en we gaan Hello Panda eten. Ik was al bekend met het merk. Ik heb bij de toko wel eerder eens, ik weet niet welke variant, volgens mij de normale chocolade variant. God, heb jij dit ooit gehad? Nee, maar ja, ik kwam denk ik ook vroeger vaak bij de toko dan dat ik kwam. Ja. Kom. Maar het is voor mij echt heel lang geleden dat ik deze heb gegeten. Dit is dan de... Fun-filled biscuit treat. Zeg maar de buitenkant de chocola en de binnenkant de chocola. Kan een beetje zien als de... De wat? Een soort cornflakes-achtig iets. Oh met... ja, oh, die zijn zo lekker. Ik weet niet hoe ze heten, maar dat zijn ook die chocolade gevulde dingetjes. Zo van biscuit. Ik had ze ook wel verwacht met een... Panda. Oh, het zit een panda, maar een beetje heel misvormd. Ja, het zijn echt misvormde bedrukkingen. Ik denk dat ik ze vroeger lekkerder vond. Ik vind ze... Maar ik vind ze niet verkeerd, ik vind ze wel lekker. Nu ben ik ook wel benieuwd of jullie iets in deze video voorbij hebben zien komen waar je zelf nieuwsgierig naar bent. Of misschien zelf heb geproefd. Dat wilde ik net zeggen. Je vult me heel mooi aan. Laat het vooral hieronder in de reacties weten. Ja. Abonneer op mijn kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. Doe een duimpje omhoog. Ja. En dan willen wij jullie bedanken voor het kijken. En hopelijk tot de volgende keer. Doeg. Doei.